Vandaag zijn wij van Inside eSport op Dutch Comic Con. En het is niet zomaar Dutch Comic Con, nee, het is de kersteditie vandaag. En het is in de Jaarbeurs Utrecht. En wat gaan wij hier doen? Ja, wij gaan op zoek naar verschillende dingen eigenlijk. Ik ga op zoek naar degene die het meest heeft gedaan met kerst. Dus ja, kerstvrouw, kerstman. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat we gaan tegenkomen. En jij hebt iets over jouw trui, hè? Ik heb zelf een kersttrui aangetrokken en ik wil eigenlijk de allerbeste, allerfoutste kersttrui hier op de beurs vinden. Ja, ik ben benieuwd of je die gaat vinden. Want er is wel, ik heb al van alles voorbij zien komen hier, maar ja, het is echt heel vet. Het ziet er zo gaaf uit. Ja. Ik ben heel benieuwd, laten we naar binnen gaan. Ja, kom. Kersttrui gevonden. Hij is heel erg fout, maar heel erg leuk. Heb je hem zelf gemaakt? Nee, de kersttrui niet, wel zelf versierd. Ja, je hebt hem helemaal versierd met buttons en met een bandje eromheen. Wat heb je zelf gemaakt? Ja, bandje ook zelf gemaakt, de sjaal heb ik zelf gemaakt. Dus. Ja, fantastisch zie je eruit, meid. Dankjewel. Leuk. En nu een applaus voor Valentina. Oh ja. Spannend. Gezongen, ik vond het heel spannend, maar ik vond het wel een eer om met jou te mogen doen. Ja, ik vond het een eer om met jou te zingen ook van. Ja? Zeker, want je deed het gewoon goed hoor. Ja, maar niet zo goed als jij. Jij bent de professionele. Ja, dat zeggen ze. Maar het is wel leuk, want zelfs hier kun je gewoon karaoke. En al die sterren, nou ja, sterren, wat zijn eigenlijk sterren? Het zijn allemaal die cosplayers. Ja, al die cosplayers die staan uit te krijsen. Nou ja, nee, niet allemaal. Sommigen kunnen echt heel goed zingen, super gaaf. En we kregen echt heel veel applaus. Ja. Dat was bijzonder. Maar ik moet eerlijk zeggen, jij kreeg meer applaus dan ik. Ja, maar er waren ook meer mannen hier, dus dat scheelt. Oké, nou laten we het daarop houden. Laten we dan. Hey, we gaan gewoon verder. Ik ben benieuwd naar alles, jongens. Leuk. Ja, ik ook. Ik ben natuurlijk nog steeds op zoek naar de kerstvrouw en de kerstman van vandaag. En ik zie er hier eentje staan, dus ik ga eens even vragen. Misschien is zij wel de leukste, ik weet het niet. Mag ik jou iets vragen? Tuurlijk. Ik ben vandaag op zoek naar de kerstvrouw of kerstman van de beurs. En jij maakt toch wel een kans, hoor. Ja, vind je? Ja, jij hebt het leuk gedaan. Oh, dankjewel. Nou, hoe wil ik bijna zeggen, moet je even lachen. Maar. Zijn dat je normale tanden? Ja, dat zijn... Nee. Nee, dit zijn wel kunsttanden. En daarom praat ik ook wat moeilijk. Ja, ik hoor je een beetje slissen ook. Ja. Okay, dus normaal heb je die tanden niet in? Als ik naar Comic Con ga, bijna altijd. Ik ben altijd als vampier met een twist. Altijd. Oh, wat leuk. En vandaag dacht je het kerstthema. Ja, vandaag het kerstthema en tandjes erbij. Ik denk, nou, ik vind, tot op heden ben jij de leukste die ik ben tegengekomen. Ja? Dus, ik ben benieuwd of we nog gekker gaan tegenkomen, maar in ieder geval, ja, ik zou zeggen heel veel plezier nog. Dankjewel, gaat lukken. Ik denk jongens dat we de beste kersttrui gevonden hebben. Deze heeft zelfs lichtjes. Wat is nou het geheim van een goede kersttrui? Dat moet er speciaal uitzien, hè? Ja. Heb je deze dan zelf gemaakt of waar heb je hem gehaald? Nee, mijn vriendin die had die bij de Seamus gevonden. Bij de Seamus? Ja. Ik vind hem echt heel mooi. En wat vind jij van het idee dat iedereen gewoon in kersttrui moet lopen in de maand december? Ja, dat is wel een goed idee eigenlijk, hè? Ja. Ja. Waar kom je vandaan? Je hebt een bijzonder accent. Nou, ik kom eigenlijk uit Limburg. Ja, dat kun je horen. Wat vind Mirna wel leuk? Die komt uit Limburg. Oké.
Hoe zeg je kersttrui in het Limburgs? Ik spreek zelf nauwelijks Limburgs, vandaar, dat is nou het probleem. Je hebt alleen het accent. Ja, klopt. Maar... Hartstikke leuk. Ja, het is niet alleen maar kerst hè, wat vandaag is. Nee, er wordt ook diehard gegamed hier. Dat is niet normaal. En ons collega Pim die is gewoon goed bezig vandaag. Hij heeft nog kans om 1000 euro te winnen. Dus dat is niet normaal, hè? Nee, dat is niet niks. Hij heeft al gewoon zelfs geld in de pocket zitten. En hij staat nu gewoon keihard in de finale. Ja. En hij zit al een beetje zich voor te bereiden. Ja, Pim heeft gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Ik heb Xbox.com gewonnen. Ja, dus jij bent de beste Hearthstone-speler van Dutch Xbox.com. Ja, eigenlijk wel. Er waren iets van 70 deelnemers of zo. Het niveau was heel hoog. Ik denk dat alle goede spelers uit de hele Benelux er wel waren. Dus ik ben aardig blij om dit te winnen. Ja, en wat ga je doen met de winst? Weet ik eigenlijk niet. Bier drinken? Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Op een bank zetten en dan vind ik er vast wel een leuk iets voor. Ja, ik heb denk ik wel een van de traditioneelste kerstmeisjes van vandaag gevonden. Want ja, zo schets ik een kerstmeisje. Denk ik. Nou ja, ik wel eigenlijk. Maar jij bent ook nog van een game, hè? Ja, ik ben van League of Legends. Is dat even toevallig? Ik ben er wel bij, maar die heb ik daar laten liggen. Dus, Oh, gelukkig. Ben ik even blij. Maar leuk. Jij dacht, we gaan hier naartoe en ik ga als kerstmeisje. Ja. Als een thema League of Legends. Ja, ik dacht het is Christmascon, dus ik dacht ik ga als kerstmeisje van League of Legends. Ik vind het top. En eigenlijk, misschien moeten we dan wel zeggen, is dit gewoon wel de winnaar van vandaag? En is dit dan wel het leukste kerstmeisje van vandaag, ja. Dus leuk. Ik vind dat je je best gedaan hebt. Ja, bedankt. Je ziet er prachtig uit. En misschien dat we straks nog eventjes je helemaal compleet kunnen zien. Maar dat gaan we dan eventjes leuk. Nou, heel veel plezier nog in ieder geval. Ja, dank je wel. En natuurlijk een hele fijne kerst. Ja, gaat lukken. Jij ook. Ik moet zeggen dat ik een beetje moeite had dit jaar met het kerstgevoel krijgen. Maar ja. Vandaag heeft wel geholpen. Ja, dit helpt heel erg. Superleuk. Zeker. Maar de vraag is natuurlijk, heb jij jouw foute kersttrui gevonden? Ik heb hem gevonden. Ik heb hem al een beetje aangekondigd. Het is natuurlijk met die lichtjes. Ja, dat doet het hem voor mij hoor. Ja, dat was wel echt de meest foute kersttrui die jij hebt gezien. Ja, want die doet het zelfs goed in het donker. Dus ja, ik kan niet beter. Dat is waar, die blijft fout. Die blijft fout. Ja, en de vraag is natuurlijk of ik, mijn kerstvrouw of kerstman, waar de kerstmannen zijn geweest, ik weet het niet. Ik heb ze vandaag niet gezien, maar gelukkig de traditionele kerstvrouwen wel gelukkig. En die komen ook nog eens uit League of Legends. Nou, dat kan geen toeval zijn. Nee, dat was meant to be. Ja, dat dacht ik ook. Ja, en voor de rest zeg ik eigenlijk, ik vond het leuk om een keer met jou samen dit te doen. Ja, heel leuk. En ja, wie weet smaakt dat wel naar meer. En dit heb je dan ook weer. Dan ben je aan het afkondigen en dan... Het is ongelooflijk dit, hè? Ik vind hem heel erg eng. Precies. Ik zeg gewoon vanuit hier, Mattia, jij bedankt. Ja, jij bedankt. Leuk, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik hoop gewoon dat we het vaker gaan doen. Ja. En je ziet, het is één groot gekkenhuis hier. Ja, het was leuk. Het was een hele leuke dag. Absoluut. En eigenlijk voor nu denk ik dat het alleen nog maar is jullie een hele fijne kerst wensen. Een hele fijne kerst vanuit en een gelukkig nieuwjaar. Zeker weten. Doei.